Zo, ik heb net mijn Model 3 afbesteld. Met pijn in het hart. Een rode Model 3. Hij is nu onderweg, zeg maar, van Amerika naar hier. Zit op een schip. En ik heb het toch niet gedaan. Waarom niet? En toch eventjes weer kijken van hoe mooi die eigenlijk is. Dat doe ik nu even hier vertellen. Ja, ik had hem dus besteld. Een mooie rode Model 3. Net zoals mijn eerste, mijn Model S. En het verschil, als je ziet, ik vind het nog steeds de mooiste kleur. Nou ja, ik hou natuurlijk ook van rood. Maar hij is gewoon een kleinere versie. Hij is eigenlijk perfect voor Nederland. Kan prima in parkeergarages. Je kunt er heerlijk ruim in zitten. Hij is gewoon, alles is wat makkelijker, eenvoudiger, goedkoper. Even wat aardig is. Ik heb nog een uitgebreid filmpje ergens anders staan. Maar ik wil toch even kort laten zien. Dit is echt het meest minimalistische interieur aller tijden. Dat is echt gewoon. En ik zit hier echt heel uitgestrekt. Ik kan helemaal goed naar achteren. Je hebt hier veel ruimte naar achteren. En natuurlijk, dit is gewoon leuk. De keycard. En dit scherm is ook echt heel mooi. Vind ik. Dat is echt een prachtig, clean, mooi scherm. Net zo groot als ongeveer als de Model S, maar dan andersom. Ook goed om dat weer zo goed te doen. Heel mooi met het dak. Eigenlijk mooier dan de Model S. Deze balken zijn ook wat kleiner. Waardoor je echt een beetje het gevoel hebt, net als de Model X. Die heeft dan één zo'n ruit helemaal. Het loopt echt helemaal door naar achteren. En nog verder door naar achteren. Dat is echt gewoon waanzinnig. En ook achter heb je prima ruimte. Dat gaan we dan ook eventjes kijken. Hoe je dan erin kunt gaan zitten. Nou, hier kijk. Hier kun je achter zitten. Zo. Nou, ruimte genoeg. Ruimte genoeg met mijn benen. En ik ben echt best wel lang. Dus achter is het ook gewoon. Hij is van binnen is hij gewoon heel hartstikke ruim. En hier ook zo boven. Het is echt een waanzinnig raam. Echt heel mooi. En, dus lekker Spartaans vooraan. Maar heel apart. En dan hierachter kun je er gewoon in zitten. Wat ook nog wel leuk is. Wat iedereen ontdekt heeft nu. The talk of the town. Is dat als jij deze omhoog doet. Ik ben bijna klaar. Ja, maar mag niet gevonden worden in het gebouw. Oh, nou. Ja. Oké. Okay. Als je hier allemaal sneeuw op hebt dan, en je doet hem open, dan valt de sneeuw hierin. Foutje. Maar goed. Oké. Ik mag hier dus niet filmen, dus ik moet ophouden. Maar heb je toch een beetje een indruk. Afscheid van mijn Model 3. Ik ga gewoon lekker weg met mijn Model X. En ik ben er gewoon heel blij mee.